Hey, what's up? Jer Army, welkom weer terug bij een nieuwe Satsa. Satisfying Saturday. Dames en heren, daar zijn we weer. Als je het nog niet had meegekregen, dacht ik, ik zeg het nu even, weet je wel. Ik ga het nu even tegen jullie zeggen. Als je het nog niet hebt meegekregen, dames en heren, dit is een subreddit. Dat houdt in dat er een Jeremy-pagina is waar je dingetjes kan plaatsen. Hier, dit is de Jeremy subreddit. Het is zo leuk. Je kan er dingen plaatsen en ik kan dan filmpjes maken. Yes! Jullie doen waar jullie goed in zijn en ik waar ik goed in ben, oké? Wat kan je hier plaatsen? Dingen voor Satsat, dingen voor Unsun, Jeremy memes en fanart. Dus kom even kijken, link staat in de beschrijving. Volg de pagina eventjes en dan kan je gewoon hier leuke dingen plaatsen. Kijk hoe leuk. Zie je mooie, leuke fanart? Leuke Unsun fanart. Ook al zat. We zien het eventjes door de vingers vandaag. Hier, kijk, een Jeremy meme. Jeremy gebruikt 0,0001 seconde muziek. Muziekbedrijf. I'm about to end this man's whole career. Het is leuk. Als je niet weet hoe Reddit werkt, maak even een account aan. Het is helemaal niet lastig. Je hoeft niet per se iets te posten. Je kan gewoon hierop kijken. Nou, vind je deze post leuk? Dan geef je hem een pijltje omhoog. Vind je hem niet leuk? Geef je hem een pijltje naar beneden. Deze post leuk. Geef hem een pijltje omhoog. Oh, dan zie je deze post ook leuk. Pijltje omhoog. En zo komen de leukste posts boven. En zo kunnen jullie mij helpen om een beetje alle troep eruit te filteren. Dankjewel voor het medewerken. We gaan kijken wat mensen hebben gestuurd voor de Satsat dingen. Want mensen hebben mij eindelijk Satsat dingen gestuurd waar ik misschien wel wat mee kan. Dan beginnen we hiermee. Dit heeft 68 pijltjes omhoog. Gewoon wat kleurpotloden, jongens. Jullie zijn toch wel meer gewend. Jullie zijn meer gewend, oké? Mooie druppeltjes. Hele mooie druppeltjes. Oh my god, kijk dit. Iemand stuurt gewoon... Kijk, ik heb 100% batterij. En het is 10 uur. 1 en allemaal nullen. Yes! Satisfying! Yes! Heel erg lekker, zegt hij. Gewoon dat de deur net langs de vaatwasmachine gaat. Is dat lekker? Is het lekker, jongens? Ik bestempel deze met een plasticje eraf halen. Ja hoor, lekker. Lekker plasticje. Waarom is plastic eraf halen zo satisfying? Jongens, ik moet jullie wel wat mededelen. Wat echt heel zielig is. Ik ga eventjes met jullie hierover hebben. Dames en heren, ik gok dat we over tientallen jaren geen plastic meer gebruiken. En dan zal dit soort dingen zullen dan verwijderd zijn van de wereld. Plasticjes van plastic afhalen zou dan niet meer bestaan. Dat wilde ik gewoon even zeggen, dankjewel. Dit is geweldig. Oh, holy damn. Dit is in de ruimte. Waarom haalt hij het eruit? Hij haalt het eruit. Nee, de spaceship stort neer. Nee. Het zal zo zijn, weet je wel. Maar doe alles for the sake of satisfying Saturday. Het einde is echt zat. Oké. Nou, ik moet je zeggen, dit was nog niet zo zat, maar we moesten wachten tot het einde. En dat is dit. Gaat helemaal over zijn hoofd heen, zeker. Oh, hij heeft nu een hoedje. Hij heeft een ballonnenhoed. Volgens mij heb je gewoon totaal niet door dat dit helemaal over je hoofd gaat in die halve seconde dat die ballon op je hoofd valt. Oké, misschien had hij het wel door aan zijn hoofd te zien. Het loopt heerlijk tegelijk. Oh, inderdaad. Het loopt inderdaad lekker. Het loopt heel lekker gelijk. Hoe heb je dat gedaan? Twee hele correcte vingers, denk ik. Hashtag stolen, maar so satisfying. Oh yeah. Lekker hoor. Ik heb nu al zoveel van dit soort dingetjes gezien dat ik mezelf afvraag of ik dit niet al een keer heb gehad in een andere Satsat video. Maar weet je, volgens mij boeit het jullie geen reet, want jullie sturen soms echt 80 keer dezelfde door en dan vraag ik me ook af, kijken jullie überhaupt mijn video's wel? Hey, lekker! Je hebt gewoon een 0,0 gewoon echt gewoon precies gehaald en het is nog een voldoende ook. Laat eventjes een like achter voor deze man. Ik wil elke video nu 10.000 likes minimaal. Anders stopt mijn kanaal. Ziet er lekker uit. Ziet er inderdaad lekker uit, mijn jongen. Ziet er inderdaad lekker uit, mijn jongen. Dankjewel. Zo zat. Oeh. Lekker een zat dingetje gemaakt in een computertje. Gewoon een lekker balletje. Die is zeker een loop. Het is een loop, jongens. We kunnen hier uren naar kijken. Maar het blijft hetzelfde gebeuren.
Oeh, deze man bakt een eitje. Twee dooiers. Hij is gezegend met een kippentweeling. Maar je eitje is niet perfect rond zoals het pannetje is. Dat vind ik wel heel niet zat eigenlijk. Jammer. We gaan eventjes met z'n allen, ook al zit je op de bank, ook al zit je bij je schoonouders, waar je ook zit, wc, maakt niet uit, school, maakt even niet uit. We gaan nu eventjes zen. Wat doe ik hier? Zat en een beetje unsun. Omdat ik het niet goed open kreeg. Oh ja, je zit wel heel erg te kloten. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Zo, ja, nu is hij goed open. En nu is het eraf. Oh, een lekker ijsbeertje. Hij komt niet omhoog. Kom op, draai gewoon die ene poot. Iets meer, ja, nee. Terug. Ja, heerlijk. Zo, en hij gaat gewoon weer verder slapen. Lekker bezig. Wat doet hij? Is dit... Oh, wacht, dit zit geluid bij. Wacht. Sowieso dikke echo. Holy shit, het lijkt net alsof er gewoon een schot wordt afgevuurd. Wat is dit nou weer? Fris die kaas extra belegen? €5? Wat is dit nou weer? Waarom hebben we nou weer een fris die kaas? Een zat stickertje. Nou, die gaat er heel makkelijk af. Het zou maar eens zo zijn dat het er makkelijk afgaat. Gierige bedrijven altijd met hun goedkope stickers. Tangles zijn echt magisch. Ja, maar je hebt hem zat neergelegd. Maar wat? Er zitten hier 2 gele en hier 1 gele. En deze is licht... Zat op het werk. Oh, je moet vullen. Perfect vul. Een perfecte vakkenvuller. Eigenlijk heeft vakkenvullen ook wel een beetje iets zats inderdaad. Je moet gewoon alles perfect tot een nok vol vullen. Het is gewoon, ja, het is gewoon netjes, toch? Het is gewoon netjes. Wanneer je in 1 keer je veter los krijgt. Ja, dat vind ik ook altijd nice. Ja, ben ik het met je eens? Zijn we het met deze man eens? Top. Dus voor de volgende keer, dames en heren, als jij zat dingetjes hebt voor mij, die ik moet zien, plaats ze hier zo op de subreddit. En dan ben ik jou voor eeuwig dankbaar. Dit waren voor nu alle zat inzendingjes. Dus we gaan nu nog eventjes ergens anders kijken. Een next gen... Oeh, zo. Dat is makkelijk. Hoef je niet met je harkje zo... tussen de stoeptegels het onkruid weg te halen. Het is niet echt iets wat je gewoon eventjes in de schuur hebt liggen. Maar het is wel handig. Holy damn. Nee. Nee joh. Gewoon een portret van dobbelstenen. Dat is crazy. Stop motion Lego ontbijt. Oké, even een plakje Lego en wat... Het eitjes. Dit is dus een stop motion. Dus het zijn gewoon foto's allemaal. Oh ja, lekker. Laten we eventjes een stukje... Oh, dat is boter. Moet boter voorstellen. Dan pakken we even lekker zo... Oh, lekker eitje, joh. Lekker eitje, zeg. Hoppakee. Eitje. Dan gaan we er nog één doen? Nee, meen je niet. 2 eitjes. Dat is wel heel luxe, hoor. Nou, pannetje dicht? Waarom pannetje dicht? Doe dan meestal gewoon pannetje lekker open. Lekker Lego. Waarom heb je geen Lego plastic gemaakt? Vind ik een beetje jammer. Nee, vind ik jammer. Kan je even een plakje brood? Gaan we 1 plakje brood nemen? Ik weet nog niet of je dat in de broodrooster moet doen. I don't know. Of wat zout en... Oh, dus ook Lego zout en Lego peper. I like it. Nice. Nou, uit. Die is ook klaar. Hoppakeetje. Wat is dat? Jam! Het is jam. Een broodje jam en een... Hij gaat drinken inschenken. Ik denk alleen niet dat je het moet drinken, dames en heren. Drink en eet geen Lego. Waarom geen Lego bestek? Waarom geen... Oh ja, het is ontbijt. Het ging om het ontbijt. Oké, nou dat was het. Leuk. Leuk gemaakt, mijn jongen.
Leuk. Oh ja, deze zag ik er net. Het maakt niet uit, blijkbaar, hoe je fans... Dat zijn, is dat schoenenmerk? Het maakt niet uit hoe je fans op de grond gooit. Ze komen altijd rechtop weer terecht. En hun hebben dit dus getest. En ze gooien elke keer die fans en ze komen elke keer gewoon op de zool weer terecht. Ik zou zeggen, test het uit als je zelf fans hebt. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb me dit nog nooit beseft. Want ik heb ook geen fans. Maar zie je, ze komen elke keer weer op hun zool terecht. Bizar. Geen idee. Daar had ik echt geen idee van. Jongens, check deze twee filmpjes hier naast mij. En als je op de subreddit wil, check de beschrijving. Abonneer nog eventjes op mijn kanaal. Like de video. En dankjewel voor het kijken. Ik zie je bij de volgende Zat Zat. Morgen Unsun. Kom even kijken. Hè? Kom op. Doe nou even leuk. Jezus, man.